Hallo? Doe die deks open, ik ben er echt klaar mee, serieus. Kijk eens. Cheers, jongen. Yes, een hele goede dag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuw seizoen van Beunhazen. In deze editie gaan we in samenwerking met Google langs ondernemers die hun hoofd tijdens de coronacrisis boven water hebben kunnen houden door middel van online en creatieve oplossingen. We gaan ondernemers een handje helpen voor zover onze linkerhanden dat toestaan. We staan vandaag in Harlingen bij brouwerij Het Bierdok. Het Bierdok. Nee, Brouwdok. Het Brouwdok. Ja, we staan hier bij het Brouwdok in Harlingen en we gaan kijken wat we kunnen doen. Ja, aan het einde van de dag krijgen ze deze schitterende award, maar dat is nog een geheimpje, dus ja. Probeer dat niet te verklappen. Moet je dicht. Ja. Maar deze verdienen ze, althans als ik de recensies mag geloven. Ja, de recensies zijn fenomenaal. Hier, geweldig uitzicht en hun eigen gebrouwen biertjes kunnen zich makkelijk meten met de top. Nou, de top. Dat zijn wij. Dus wij gaan inderdaad even onderzoeken of dat klopt. Met andere woorden, we gaan een paar biertjes proberen. We gaan gewoon bier drinken, klaar. En die award is niet zomaar een award. De Golden Pin Award wordt uitgereikt aan 12 ondernemers in heel Nederland. In elke provincie is er dus een winnaar. Nou mannen, welkom. Kijk eens. Hele goede dag. Welkom in deze havenbrouwerij in Harlingen. Het is nog vroeg. Zeker. Maar de smaakpupillen zijn 's ochtends het beste. Dus ik denk, we gaan gelijk beginnen met een bierproeverij. Dus we hebben 6 bieren uitgezocht. Van over de hele wereld een beetje. Ja. Dus jullie mogen ze raden. Ik denk dat je echt met recht 2 beunhaas in je zaak hebt gehaald. Ja. Ja, wij doen op vrijdag eigenlijk niet echt fijnproeverij, toch? Dit is achterover klokken. Geef het me maar en ik heb geen idee wat ik drink. Daar is niks speciaals aan. Dat is, gewoon... Dat is wel jammer, want wij hebben de slogan van het is niet gieten, maar genieten. Maar misschien is dat de slogan van de dag, van gieten naar genieten. Zo is het. Bij Beunhazen maken kennis met de bieren van het Brouwdok. Met een wel heel bekend spelletje. We gaan bierpong doen. 10 keer gooien elk. Gooi je raak. Dan heb je een punt. Wat hij raak gooit, moet jij drinken. En dan moet jij raden wat voor bier het is. Uit deze 6 bieren. En als je het goed raadt, heb je ook een punt. Knallen met die ballen. Game on. Ka! Elleboog. Oeh. Hey Niels, hoe laat is het? Hoe laat is het? 10:50 s'ochtends. Oeh. Oké. Het is fruitig. Kan Matthé ook fruitig zijn? Nee, dat heb ik niet meer. Je mag hem niet meer gebruiken. Fruitig toch? Ik denk dat ik het wel weet. Ja? Oh, gaat die zo doen? Zo terug. Ik ga voor deze Belgian IPA. Hoppig en fruitig. Jongens. Wow. Hoppa, woes. Oh. Nee, dit is echt zo niet mijn ding, gast. Ik proef bitter, ik proef koffie. Ik weet deze 100% zeker, ik ben deze aan het drinken. Boom. Voor Irish Dry Stout. Hoppa. Ja, hij smelt alle vloed. Dit is very fruity. Oh! Hoe dan? Oh, jongens, het is wel heftig hoor, maandroom. Jongens, ik ben eruit. Ja. Oh, we zijn eruit. Ja, je hebt hem 2 keer raak. Je hebt hem 3 keer raak. En je hebt 2 keer een fout aan. Maar je kan ook zeggen, ik heb betere zelfreflectie wanneer ik de fout in ga. En dat biedt wel weer perspectief voor de toekomst, dat ik betere leercurve heb. Martijn blijkt de beste fijnproever te zijn en wint deze ronde. Nou, lekker gedaan, pik. Omdat we het afgelopen jaar niet konden reizen, heeft het Brouwdok smaken van over de hele wereld naar Friesland gehaald. Met als resultaat elke maand een nieuw expeditiebiertje. Maar dat is niet het enige wat Gerard gedaan heeft. Martijn. Wat bezielde jou om door te geven aan de productie dat ik maat S heb? Dat heb... Jij zei ik ben sporten, intermediate fasting. Wat is er allemaal precies gebeurd vanaf het moment dat de coronacrisis intrad? De eerste crisis hebben we crowdfunding bedacht. Crowdfunding is je koopt een krat bier. Ja. Je krijgt daar een krat bier voor terug. Je krijgt een tegoedbon van 25 euro.
Een heerlijke droge worst met onze eigen bierborstel erin. Hoe is dat economisch gegaan? Heb je daar ook nog enige baat bij? Economisch is gewoon zwaar kut. Hebben deze oplossingen daarin iets kunnen inperken? Door die oplossingen die we verzonnen hebben, zijn we wel in de picture gebleven. Maar voor de rest was het een drama. De allerbelangrijkste vraag is nog altijd, waarom sta ik hier met kaplaars en een veel te klein shirt aan? Wat gaan we hier doen? In een brouwerij is gewoon 70% poetsen. We hebben vorige week nog gebrouwen. We hebben de ketel niet schoongemaakt sinds vorige week. Aan jullie de uitdaging om een kant te kiezen. En ik ga kijken wie hem het mooist schoonmaakt. Je vraagt het wel aan twee zeer verwende Gooise mannetjes. Zelfs ik pas erin. Dus jullie passen er met z'n tweeën wel in één. Ja, dan hebben we in dit ding. Twijfels over niets. Ja. In dit ding? Ja. Maar die zit toch dicht? Die gaan we opengooien. Nou, hij is open nu. Oh, hij is nu open? Ja. Ja. Maar Niels, dat ding, ja. Oh, jij hebt hier al 10 keer in gestaan, Martijn. Wat grappig. Deel je ervaringen. Ik heb al 4 keer gezegd. Nee. Dit ding. Zie je dit ding? Denk je dat ik daarin pas? Ik moet winnen, dus ik ga wel eerst. Dit is echt niet mijn ding, ouwe. We gaan hier zo instaan, hè? Ik ga hier beneden instaan. Maar denk je überhaupt dat mijn dikke reet hier doorheen komt? Oh. Jij past hier in? Ja. Nou, niet iemand per ongeluk dat ding aanzetten of zo, hè? Dat hij aan een hendel zit. Nee hoor, Niels. Nee. Dat is hier dus. Nee, maar echt. Wup! Oké, 3, 2, 1, go! Oeh, scherp. Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb een idee. Ja? Het staat 1-0. Ja. Ik zou niet willen winnen nu, want dan zou de wedstrijd al gespeeld zijn. Dus wat als ik nou mijn verlies neem, laten we Niels even zijn ding doen. Drink een biertje op het terras en dan beslissen we de ronde hierna. Wij gaan aan het bier. Wij gaan aan de bier. Daag. Yo, Martijn! Martijn, normaal doen! Martijn, doet het ding open! Martijn! Oh, wat een kutje. Martijn, ik heb ook claustrofobie, net zoals jij. Martijn, doe die kap open, het is bloed heet die. Oh. Kijk eens. Cheers, jongen. Ja, ik had wel verwacht dat het zwaar werk zou zijn, maar ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Dit is wel aanpoten. Oh. Jezus, wat een takkenweg is dit, zeg. Kan iemand even die deksel open doen? Martijn! Gerard? Volgens mij gaat het niet helemaal lekker. Volgens mij wel, hoor. Ja, gaat prima, toch? Gaat prima zo. Ik zeg nou. Ja. Doe die deksel open! Doe die deksel open! Ik ben er echt klaar mee, serieus. Wat zeg je? Nee, even serieus. Ik hoor je niet. De deksel moet nu open. Iets wat? Oh, ik? Wat? Huh? Doe open! Doe die deksel open! Wat zit jij nou zo'n bier te drinken? Ik heb zo'n gevoel dat jij deze hebt gewonnen. Want? Dus ik heb alvast een overwinningsbiertje voor je meegenomen. Hoezo? Heb jij überhaupt dat gedaan? Je bent helemaal schoon. Ja, ik dacht, het is niet zo heel spannend als ik deze ook win. Deze is voor jou, grappie. Je kan ook iets dankbaarder kijken, hè? Ik laat je deze gewoon winnen. Jij nobele Martijn, bedankt voor je biertje. Wat ben jij een chille collega. Nou, maar heb je je best gedaan? Nou ja, kom maar kijken. Nee, ik ben oké. Kom maar even kijken hier van binnen. Nee, ik ben wel oké. Nee, kom maar even. Denk jij maar lekker biertje. Doe jij maar even het juryrapport hier binnen. Maar dus, 1-1. Het is zo'n vuile hond, hè. Dit is echt niet normaal. Ja, nou, de enige vuile, dat ben ik zelf. Lekker gedaan en het harde werken bezorgt me in ieder geval een punt. Supergoed gewerkt in de brouwerij. We gaan tappen. En dit gaat de winnaar van de dag bepalen. Nou, je kan hem nu alvast een biertje uitschrijven. Maar goed, laten we het voor de formaliteit nog maar even doen, hè. Je mag beginnen dan, hè? Ja, moet ik beginnen? Kwal. Ja, het is watch and learn. Dus okay. De stelling opnemen. Je mag even luisteren. Tappen. En uitserveren. Oké. Ik ben het nu al kwijt, maar we gaan het doen. Jij mag eens eerst los. Kijk, ik heb wel tactisch nadeel natuurlijk. Jij kan leren van al mijn fouten, maar... Martijn, ik weet... Ik zit op het terras. Ik werk al 8 jaar met je samen. Ik weet dat je beperkt IQ hebt. Daarom doe ik ook speciaal voor jou een extra handicap. Ik doe het met mijn fetus los. Ja? Ik ga serveren met fetus los. Want anders is het niet eerlijk. Nee. Ja? Ga lekker zitten, jochie. Is goed. En nu is het tijd om bier te serveren in plaats van te drinken. Hebben jullie al even kunnen kijken in de kaart? Nou, laten we dan even beginnen bij
de vrouwen onder ons. Wat raad je aan? Wat wilt u? Nou, we hebben een heerlijke Uruguay bier. Dat is met maté. Ik weet niet of je maté kent. Daarnaast hebben we ook een blond biertje. We hebben een biertje met karamel. We hebben een biertje met koffie. Doe die blonde maar. Een blond biertje. Oké, okay, meneer. De hophoenerspit. Hophoener? De Nijpa. De Nijpa. Doe maar de US Ale. US Ale. Wat wilt u? Ja, doe maar een Vlaams paard. Een Vlaams paard? Ja. Oké, okay, helemaal goed. Ja hoor, natuurlijk bestelt iedereen een ander biertje. Best moeilijk te onthouden na een ochtend vol met drank. Deze? Een hup. Hunne? Pak het, we gaan ook gewoon door. Redelijk. Dank je. Hup. US Ale. Nijpa. Nou, dit is een mooi biertje. Oh, dat is ook niet zo goed getapt dit. Het is niet best getapt. Deze is voor u. Een blonde. Sim Slimmer heb ik voor u gedaan. Oh. Dit was... U had een... Ja? U had een US Ale. U had een... U had een wat wijtje. Oh, ik dacht naar een omgedraaid naar een Slim Slimmer. Oeps, foutje. Nou, gelukkig heb ik de rest wel voorzien van het juiste biertje. Prima scoren. Een kleine handicap, we hebben natuurlijk wel wat gedronken. Dus dat werkt in je nadeel als je dingen moet onthouden. Dus waar de gasten sowieso niks aan gaan merken, heb ik wel een hulplijn die ik ga inschakelen. Ik ga namelijk de bestelling even opnemen in mijn telefoon. Ik heb nergens in de spelregels gelezen dat het niet mag. Dus ik ga hem gewoon inzetten. Oké, okay. Goedemiddag. Jullie zien er dorstig uit, het is lekker weer. Welkom bij Brouwerij Dok Iets. Mevrouw, wat zou je willen drinken? Captain's daughter. De dochter van de captain's daughter, ja, zeker weten. Groot, klein, kleintje, ja. Had je niet gevraagd. Doet u mij maar een dokwerker. Goeie keus. Meneer. Wat is de Watwijze? Ja, wat is dat? Is dat lekker? De Watwijze is heel lekker, zeker met dit weer. Het is een lekker licht biertje. Waar smaakt het naar? En naar bier. Oh, doe mij die maar. Doe mij maar een bolderbok, alsjeblieft. Een bolderbok? Ja. Ja, helemaal goed. Bolderbok, die staat niet op de kaart. Hebben jullie ook een Argentijns bier? Ik zie Uruguay daar staan. Gozer, kun je gewoon bestellen? Oké, okay, doe dan maar de Amerika. Volgens mij heeft Martijn net iets dieper in het glaasje gekeken dan ik. Dus ik denk niet dat hij deze bestelling kan onthouden. Succes verder. Ja, nee. Gelukkig heb ik het opgenomen. Nee! Nee! Wat is dit? 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 Wat doe jij? Jij bent gewoon aan het... Gerard, hij heeft het hele gesprek opgenomen. Dit is tegen de spelregels. Staat er in de spelregels? Nee, 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 alles is gewoon af. Alles... Ik ga naar huis. Doe mij maar een dokwerken. Dokwerken, ja? Amerikanen. Oh, oké, nu gaat het toch beginnen. Captain's Daughter. Dat is dan deze. Hoppa. Even kijken. Hoppa, dan hebben we nog een Iron. Even kijken. Voor mevrouw. Jezus, zijn dit gewoon voor biertjes? Een kleintje wilde je? Even kijken. Ja. Is wat jij besteld? Ik zei alle namen erbij. Die heb ik bij jou. Die ben ik al lang weer vergeten. Min 1. En geen schuim, min 2. Dit is een Slim Slimmer. Dat weet je wel besteld. Dat weet ik om te zeggen, want het staat op tape. Dit is een. De dude. Ik wilde die eieren graag. Ja. Ik hoor iemand roepen. Wacht even, kom. Ja, die Martijn. Hij onthoudt het niet eens terwijl hij het heeft opgenomen. Dus vals spelen en dan alsnog de fout ingaan. Nellis, wat verwacht je ervan? Ik win. Ja, denk je? Nou ja, kijk. Ik denk het ook. Ik heb echt mijn handen vies gemaakt. Ik denk het allebei. Ik ben bereid om niet heel veel voor aan vel te maken. Jij bent de cheater van de dag. Ik ben geen cheater. Jawel. Ik heb je niet ging gecheat. Met je opnameapparaatje in de weer en alsnog maakt hij fouten. Misschien moet het gewoon naar Gerard vragen. Ja, Gerard! Zo denigrerend ook naar zijn baas. Denigrerend. Gerard, kom. Hoe heb jij de dag ervaren? Ik heb twee zeer enthousiaste beunhazen over de vloer gehad. Twee? Oké. Oké, twee. Anderhalf. Er moet een winnaar komen.
En dat was op zich wel duidelijk, hoor. Ja! Yay! Niels heeft gewonnen. En waarom? Ik wil vooral de toelichting horen. Met het bierpongen, daar zaten jullie beiden wel op hetzelfde niveau. Je tapte wel heel goed, dat mag ik wel zeggen. Ja? Ja. Kun je dat eigenlijk? Wat zei je? Alleen na het tappen, er ging iets mis. Ik heb een shirtje voor je. Nee! Oh, ik krijg even het Brouwdok gierige gastshirt. Die is speciaal bedrukt. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja! Is die wel iets groter dan het S-maatje wat ik vanmiddag aan had? Okay. Jij bent ook een winnaar, want jij hebt uitzonderlijke verrichtingen verricht tijdens de coronacrisis. Je bent creatief gaan nadenken over hoe je alsnog je product aan de man kan krijgen. En je hebt op online gebied op een unieke manier neergezet. En daarvoor willen we jou een award uitreiken. De Golden Pin Award. En deze hebben we lief niet. Super blij mee. Cheers. Ja. Super trots, jongens. Zullen we nog een biertje doen? We gaan nog een afzakkertje doen. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer even op het kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En like ook de afleveringen. Oh ja, volgende week zijn we er gewoon weer bij. En dan gaan we een nieuwe ondernemer verrassen. Bedankt, tot later. En daarmee ben ik officieel de Beunhaas van de eerste aflevering. Maar er zijn nog veel meer winnaars. We gaan natuurlijk nog veel meer bedrijven blij maken met een Golden Pin Award. Alleen dat kunnen we niet alleen, hè? We hebben handjes tekort. Ja. Dus daarom hebben we het heel ingeschakeld. Van niemand minder dan Bram, de Golden Boy. Hey! Woop, kom erbij. Rap, in je haar, in je haar. Ja, op je hoofd, op je hoofd, op je hoofd, toch? Op je oor. Je bent er wel van opgeknapt. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes jongen, jij kan dit. Kom op onze Instagram kun je Golden Boy Bram volgen. Die awards gaat uitreiken in heel Nederland.